Hi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tjukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En zoals je ziet heb ik echt een super mooie schaal voor me van Teak Hout. Echt een toppetje. Ik vind het echt in elk interieur passen en het stoere vind ik heel erg mooi. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen wat ik vandaag maak. En daarnaast staan ook en nog veel meer DIY pakketten online. Alles wat op YouTube online komt als DIY pakket kun je bestellen. Dat kan ook via www.uwonlinebloemist.nl en dan vind je dat onder de cursuspakketten. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan, dan blijf je te hoogte van alle video's die ik maak. Het kost helemaal niets, maar daarmee help je mij ook eens groeien. Dus dat zou ik super leuk vinden. En heb je er zin in, dan doen we vast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Heb ik een hele mooie schaal en vandaag gaan we weer werken met droogbloemen, want daar kreeg ik veel vragen naar of ik eens een gewoon bloemstuk wil maken met droogbloemen. Nu vind ik het bij deze schaal heel belangrijk dat je de schaal goed blijft zien, omdat ja, hij is gewoon prachtig van zichzelf, dus hij is al een bloemstuk op zich eigenlijk. Ik ga vandaag iets maken met mooie witte en naturel tinten, dus dat is heel erg mooi. Daarvoor gebruik ik weer speciaal oase of speciaal steekschuim. Deze ga ik eerst aan de zijkant bedekken met mos. Ik heb de mos al iets laten drogen, zodat je straks geen kringen krijgt op het hout. Want daarmee moet je natuurlijk wel oppassen. Is jouw mos nog wat nat? Doe dan eventjes een folietje eronder. Ik haal je er even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Aan de buitenkant wikkel ik het mos er eigenlijk een beetje omheen. En dat zet ik vast met een grammetje. Zo hebben we de zijkanten al mooi bedekt en het geeft ook een mooi natuurlijk effect. Dan valt hij ook mooi in de schaal. Ik heb super mooie gagel. Het is natuurlijk gewoon een natuurlijk product, dus niet allemaal gedroogd. Maar het, ja, je kunt het gewoon als droog materiaal gebruiken en het geeft wel natuurlijk een stuk. Een natuurlijk sfeertje. Die steek ik in het midden. Net hoeveel zijtakjes jouw gagel heeft, hoeveel je erin doet. En dan heb ik deze mooie scabiosa bolletjes. En ook deze steek er in de hoogte op twee verschillende hoogtes in. Aan twee kanten ook. De een net wat hoger dan de andere. Ik krijg al een mooie basis. En omdat de schaal ook zo natuurlijk is, vind ik het leuk om ook met natuurlijke materialen te werken. Dan heb ik gedroogde eucalyptus. En ook deze geef ik op twee verschillende hoogtes een plekje in het stuk. Witte papavers. Gebruik aan beide kanten. Prachtige katjes. Ook gewoon natuurlijk materiaal, maar natuurlijk heel goed te gebruiken als droog materiaal. En mooie granen. Het mag voor mij best wel even iets wilder, dus hou ook lekker die hoogte erin. En hiermee ga ik ook wat meer richting de zijkant. En
En dit herhaal ik. Dat doe ik niet helemaal aan de andere kant. Want dan krijg je meer zo'n, ja, dat ze meer vleugels krijgen. Dat wil ik niet. Dus ik doe het iets verder dan een kwart. Herhaal ik het ook naar de zijkant. Dan heb ik hele mooie limoniën. En die geef ik aan de andere kant iets aan de zijkant. Een plekje. En dat doe ik nogmaals, alleen dan in het midden. En ik kijk altijd eventjes hoe het bloeit. Want ik kan het natuurlijk zo erin doen. Maar ik vind het mooi dat ze recht komen als het zo erin komt. Omdat het allebei mooi naar de buitenkant steekt. En het bloemetje ook mooi tot ze recht komt. En het hoeft niet zo netjes. Het mag best wel iets wilder. En dan heb ik nog weer eucalyptus. En die zet ik in het klein ook wat meer naar de zijkant heen. En die doe ik aan beide kanten. Je kan grof, maar ook fijne eucalyptus gebruiken daarvoor. Maar het moet wel gedroogd zijn. Dan breng ik nog even een papaver aan wat meer in de hoogte. Ik vind het mooi als dit wat nog iets meer hoogte in komt. Dan wil ik al even laten zien hoe het nu al wordt. Super mooi. Mooi die kleuren, mooi rustig natuurlijk. Maar je kan het ook in het roze bestellen. Dan heb ik mooie distel. Dit was verse distel en heb ik gedroogd. En ook dit doe ik aan beide kanten, zodat die kleur mooi terugkomt. Eerder was het altijd dat alles oneven moest. Dat is natuurlijk nu niet echt meer. En dan kijk ik eventjes hoe mijn stukje eruit ziet. Of die aan alle kanten eigenlijk een mooi effect heeft qua uitstekende materialen. Nou komt dat mooi tot z'n recht. Dus nu kan ik het mooi verder opvullen. Dan heb ik nog mooie fijne rodanten. Hiervan mag je het steeltje best iets langer laten. Pas op, rodanten is wat kwetsbaarder, dus dat je het er voorzichtig in steekt. En dit mag je gerust verdelen over je stukje. Je krijgt eigenlijk een beetje zo'n pluk-idee effect, alleen dan gestoken. Dus op oase. Of alles gelijkwaardig uitsteekt. Zodat je aan alle kanten eigenlijk een beetje het in verhouding hebt. Qua zwaarte van materialen. En dan hebben we een heel mooi luchtig gestoken stukje.
En zoals je ziet hebben we dan een heel mooi luchtig gestoken stukje. Het is meer het plukboeket idee, alleen dan in een bloemstuk. Let goed op dat je materialen allemaal goed te zien zijn. Dus dat je daarmee een beetje lucht creëert in je stuk. En daardoor dat sfeertje ook behoudt. En zoals je ziet blijft de schaal goed tot zijn recht komen. En heb je echt een heel mooi bloemstuk wat natuurlijk heel lang goed blijft. Het blijft gewoon goed omdat het is ingedroogd. Dus heb je lang plezier van. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je dus een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Waarmee je dan zelf mee aan de slag kan gaan. Dus dat is natuurlijk super leuk. Je kan hem in deze kleur bestellen of in het roze. Dus ook heel erg leuk. Wat me net bij jezelf past. Daarnaast zit er mooie teken schaal zit er ook bij in. Ze zijn allemaal net iets anders, maar dat maakt ze ook zo mooi. Maar ze hebben allemaal deze vorm een beetje. Dus ik hoop dat jullie het weer een leuke les vonden. Heb je nou iets speciaals wat je graag wil leren? Laat dan even een reactie achter. En laat even weten wat je van deze les vond. En dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Je kan nog meedoen met de winactie. Dus vergeet dat niet. Doe gezellig mee. Ik zal eventjes de video delen hierboven in het i'tje. Dan kan je nog een DIY pakket winnen. Dus dat is ook leuk. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doeg!